Goedenavond, hier zijn we dan weer. Voor vanavond, zoals beloofd, ga ik mij als mami thermomixen. De mami gaat alles klaarmaken in de thermomix. We hebben voor de gemakkelijkheid een recept gekozen uit ons boek. En we maken romige groentesoep met gestoomde kip, tagliatelle van groentjes. Ik heb sowieso al een klein beetje de mise en place klaargemaakt voor het gemakkelijke. Hier de kip. En we gaan er nu direct aan beginnen. Goed, mensje. Ja. Gewoon op volgende duwen. Voilà. En dan hebben we de uitjes die moeten in de beker. In de pot. In de pot. Deksel erop. Dan nog de knoflook bij in de pot. Gewoon zo in grote stukken, hè, mens? Ja. Een dekseltje erop. En op volgende duwen. Oké, en nu verder draaien totdat we op zachtheid staan. Goed, mens, de najaan is fijn gehakt. Kun jij zo fijn hakken in 5 secondjes tijd? Nee, absoluut niet. Voilà. Absoluut niet. Oké, dan drukken we nu op volgende. En dan moeten we de courgettes losjes in de varoma schaal zetten. En even apart zetten. Dus deze moet hier in de schaal. Alles? Ja, doe dat maar gewoon in de pot erin. Dat hebben we schoon gemengd. En dan moeten we even aan de kant zetten, dat gebruiken we straks. Een mooi assortimentje van courgettes, wortelen. Ook die rode wortel is ongelooflijk mooi om te gebruiken. En dat gaan we straks voor bij de kip doen. Ziet er goed uit, hè, mami? Ja, verder. Dan moeten we nu de kerntjes... De stukken gesneden, allemaal bij in de pot. Allemaal bij in de pot. Zo, dat helemaal is dat. Goed. En op volgende. Zonder het maatbekertje, het dekseltje. En op volgende. Oké, en dan weer draaien met de knop tot aan het zwart pijltje. De thermomix is nog eventjes aan het afkoelen. Binnen 2 secondjes gaat het klaar zijn. We zijn... Hier op duwen, mami. Ja. We zijn nu alles aan het volgen via de kooksleutel. Dus de thermomix stelt zijn eigen volledig in volgens het recept. En mams, heel gemakkelijk. Je stelt zelf de temperatuur in. Zelfde draaisnelheid. Je moet hem alleen maar op start klikken. En alles doet een thermomix zelf, omdat we werken met de kooksleutel vandaag. De kooksleutel zit bezij op de thermomix geprogrammeerd en volgt volledig de recepten die dat allemaal in de boek staan. Helemaal juist. Terug op volgende. Wat zegt hij? 400 gram water toevoegen. 400 gram water toevoegen. Laat dit zo rechtstreeks daarin. En de weegschaal is ingesteld. Deze was afgemeten, hè? Ik heb het al een klein beetje van tevoren afgemeten. Oké. Okay. Wat zegt hij nu, mami? De volgende, 440 gram. 440 gram. Als het voor soep te maken is, dan komt het eigenlijk niet op een gram aan. Dus dat is niet erg. En gewoon op volgende. Oké. Okay. 2 afgestreken lepels zout. We gaan daar misschien wel een klein beetje maar minder zout in doen. Met 1 lepel zout kunnen we straks nog aan toevoegen. En dan terug op volgende. Ik plaats de stoomhand nu in een beker. Ja, helemaal goed. Goed. Op volgende. Wat zegt hij dan? 450 gram groente bijvoegen, de aardappels en de courgette. In de stoomhand. In de stoomhand. Zo, dat is dat. Volgende. Plaats varoma 3 in de varoma schaal. Ja. Eerst het dekseltje erop. Ja, helemaal goed. Volgende. Ja, en dan de varoma 3, dat is in deze. En dan de volgende. Dat zit dan 100 gram kipfilet en reepjes gesneden. Die gaan we in de stoomschaal. Ja, helemaal goed. De volgende. Sluit de aroma met het aroma deksel.
Ja, dat is helemaal goed zo. Volgende. Draai de snelheid, kun je schakelen op snelheid. Roeren. Dat is tot hier het zwart pijltje, dus dat is maar één klikje. Naar rechts, hè? Naar rechts, ja. Voilà. En nu zijn we voor 20 minuten vertrokken. En dan moet alles klaar zijn. En dan gaan we de rest afwerken. Als we het kunnen maken, kunnen we een tijdje verder. Gelijk vroeger. De kip is klaar binnen 6 secondjes. Nog eventjes aan het kolen. Voilà. En op volgende, mami. Verwijder het varroa en houd het warm. Dat ga ik even doen voor de veiligheid, want er kan stoom uitkomen. Dus we gaan de varroa eraf halen. Voilà. Zie je, Snans? Dat ziet er heel goed uit. Deze moeten we warm houden. Dus we gaan de kip in de oven plaatsen. En de groentjes in de schotel doen. En die gaan we ook warm houden. Verwijder de stoommand met de spaan. Ja. We gaan de stoommand verwijderen. Op volgende. 20 gram boter. Doen we de inhoud in de mengbeker. Volgende. Volgende. 20 gram boter. Afgemeten. Nee. Ja. En dan kun je hier zien hoeveel dat erin gedaan wordt. 35 gram. Goed. Plaats de melkbeker andersom. Andersom, Annie. Andersom. Volgende. Goed. En dan. Volgende, we hebben er net even, stond even ook op ons schermpje, de snelheid verhoogd naar 10, dat onze soep, mami, volledig doorgemixt is. Kom, mam, we gaan eens even zien hoe dat de soep er al uitziet. Ja, heel goed. Helemaal lekker doorgemixt. Lekker doorgedraaid. En wat zegt ons schermpje dan? Voeg 1 tot 1,5 liter water aan toe. Ja. Dat wil zeggen dat we nog een klein beetje water totdat we ongeveer 1,5 liter soep hebben. Ja. Volgende. Volgende. Plaats de maakbeker met deksel. Dus we hebben nog water toegevoegd en een bouillonblokje. We hebben hem nog even doorgemixt. We hebben het schermpje gevolgd volgens de aanwijzing. Voilà, mami. En dan is onze soep klaar. Klaar. Wel, ze ziet er heel, heel lekker uit. Goed, mami. Dan gaan we nu de soep onmiddellijk van in de beker in de soep komen doen. Ziet er super lekker uit, hè? Dan kunnen we nog altijd een beetje room bijvoegen, hè? Uiteraard. En we moeten nog een deeltje van de soep overhouden, want daar gaan we de saus mee maken voor bij onze tagliatelle en de gestoomde kip, zo duidelijk. Supermens, uw eerste thermomixgerecht. Ja.